leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video in het nieuwe seizoen, jongens. Ik ben wel op YouTube dit keer, of niet? Ja? Ik moest wel 3 keer kijken, maar ik dacht van, dat is ook nog een stop toe, dat ik weer tegenkom. We zijn net begonnen. Lekker. Mag de kofferbak even open? Goed met je. Hey. Fijne jaarwisseling. Heel veel gasten staan hier al binnen om vuurwerk te halen. We waren net even gaan kijken, het staat helemaal vol. Maar in deze video gaan we jullie laten zien dat per september een aantal vlinders eruit gaan. Fakkels gaat eruit, eigenlijk heel P1 gaat eruit. Volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, vanaf de 26e tot 27e van september. Maar dat betekent wel dat de hardste knal die we hier gewend waren, helaas niet meer te koop zal zijn. Wij hopen dus nu nog voor jullie even daar wat pakjes van te kunnen scoren. Om jullie te laten zien van, hey, dit gaat eruit. En ook een pakje misschien waarvan we zeggen van, ja, die blijven nog wel. Om te laten zien wat dan na september het hardste is wat overblijft. Binnen staat het helemaal vol. We hopen snel aan de beurt te zijn. En daarna gaan we even stoken voor jullie. De hardste knallers die je nu nog kan krijgen voor het verbod. Ja, yes, jongens, hier zie je al een aantal vlindertjes. In de aanbieding, zoals ze eigenlijk altijd wel doen. Maar het staat binnen helemaal vol. Dus we twijfelen of we dat wel moeten doen. Maar goed, er moet toch een videootje komen voor jullie. We zijn hier voor niks gekomen. Maar het lijkt net december, man. De weg is wel inmiddels gemaakt hier. Kijk maar. Deze jongens gaan eruit, jongens. Waarschijnlijk pas 1 september. We zijn net terug van loods. We hebben wat ingekocht, ondanks de drukte. En ik vroeg ook aan die vrouw die aan de balie stond van... wat is op dit moment het hardste wat jullie nog hebben en wat jullie na het verbod van P1 ook nog gaan hebben? Nou, onder andere Megatresk, want dat is geen P1, toch? Nee. Zullen we dat even checken? Dat is F2. Mij even een pakje geven? F2, ja, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, jongens. Ja, kijk maar. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is F2. Dus de Megatresk wordt het hardste na september. Maar wij hebben nog harder vuurwerk. En dat gaan we zo meteen even afsteken. Om jullie te laten horen waarom het verboden wordt. Kijk, het wordt natuurlijk niet verboden vanuit oogpunt dat het te hard is. Er staat wel een wind, man. Kijk, en hoe ziek het is. Deze weg is dus helemaal af. En hoe triest is het dat Tabakotiek gewoon dicht is, terwijl de weg eindelijk klaar is. Oké, jongens, we zitten weer in de auto. We gaan zo meteen even naar de stookplek rijden om jullie te laten horen nog hoe hard het vuurwerk is. Ze hebben ons verteld, gedurende deze maand is er nog voldoende van dit vuurwerk beschikbaar bij loods. Alleen vanaf eind september gaat het er dus uit, helaas P1. Maar ik wilde toch even voor jullie stoken. We moeten zo even een uurtje rijden naar de stookplek. En daarna kunnen we gewoon even wat voor jullie stoken. Laten we even maar laten zien. We hebben 10 euro betaald voor dit pakje. 2 euro per knal. Dat zijn deze grote kerels. Moet je kijken. Het zijn wel mooi, hè? Toch? Die groene. Zijn ze allemaal groen? Ja. Ik heb ze wel al eerder gehad, denk ik, hoor. Maar als je een heel jaar hier niet bent geweest, dan vergeet je dat al snel. Hier hebben we dus een pak van. Zit wel in België, toch nog? Geparkeerd. Ja. Zit ik die te unboxen. Hier hebben we een pakje Dum Bum. Waarvan ons ook werd verteld, dit gaat eruit. Dit is P1. En ze vertelden dus dat deze op dit moment dus nog harder zijn dan de Megatresk. Veel harder zelfs, zeiden ze. Dat zijn deze dingetjes. Oh, dat zijn strekers, man. Dan hebben we deze nog. Ook Dum Bum. P1'tjes gaan er ook uit. Deze schijnt ook heel hard te zijn. Vertelden ze. Die hebben we erbij gekregen. En deze wilde ik erbij doen. Omdat hier staat dat het de hardste nitraat is van België. Die ze hebben. En dit is dus F2. Dus dit zal volgens hun het hardste zijn wat je nog kan kopen vanaf oktober. Dus voor de mensen die de video nu pas kijken na oktober. Dit zal het hardste zijn wat je nu nog kan kopen. Dus jullie kennen het wel. Megatresk, gewoon een goede knal. Alleen helaas echt de grote joekels. Zoals P1. We wisten natuurlijk wel al. P1 is bedoeld voor de vogelverschrikwet. Weet ik veel hoe dat heet. Je ziet het hier. Voor pest control, training, weet ik veel wat. Maar wij gaan even naar de stookplek rijden. Doe alvast een blauw duimpje omhoog.
Doe dat allemaal even massaal, jongens. Want we zijn er een tijd uit geweest. En dan is het belangrijk dat jullie even die support maximaal geven. Nou, deze ook even open. Zo. Oeps. Nou, gelukkig gaan ze niet af daardoor. Testen. Daar gaat hij. Kijk, dat hoor je wel. Want als ik nu die megatressen doe, die dus ook na september nog mag, dan hoor je het verschil. Ah, die zijn ook wel hard hoor. Ja, die vlinders zijn wat doffer. Ik gooi die goed terug. Even wat van deze kleintjes. Ja toch? Die zouden ook hard zijn. Zeiden ze inderdaad. Schelle knal. En naar mijn gevoel zijn die megatress harder, terwijl het F2 is. Toch? Veel harder, man. Ja, man. Die is uit. Kijk, want deze zijn zo ziek, man. Jammer, jammer dat ze eruit gaan. Hoor maar. Die was minder. En dat is toch 20% van het pak. Dat is toch zonde. Ja. Kijk, en deze heeft een andere kleur. Is dat zo? Ja, een beetje donkerder groen, man. Werpen, gek. Godverdomme. Niet slecht. Megatressjes. Hoorde iemand praten? Ja. Ik vind die echt tegenvallen, man. Deze zijn inderdaad het minst. We hebben ook nog deze. Zal ik gewoon een heel pakje tegelijk aansteken. We staan op dit moment weer op de parkeerplaats in Nederland bij de Jumbo in Baarle. We hebben dus net gestookt. We wouden nog even terug naar deze mooie stad om te kijken hoe druk het nu is. Maar dat gaan jullie allemaal in andere video's zien. In ieder geval vond ik die vlinders het hardst. Maar wat ze zeiden over die P1 dum-bum knalletjes. Nou, die vond ik dus niet zo richting die vlinder gaan. Ik vond wel die megatresk heel erg goed. En het goede nieuws daarvan is dus dat ze daar... Dat die dus na eind september er ook nog zullen zijn. Dus dat is het beste nieuws wat we kunnen krijgen. En ja, helaas gaan die vlinders eruit. En jullie hebben nog wel even de tijd om ze te kopen en te stoken. Want ik raad het dus niet mee. Ik raad het dus niet aan om de grens mee over te nemen. Moet ik helaas in iedere video zeggen, wij doen dat ook niet. We stoken het in België op om aan jullie te laten horen hoe hard het is. Maar die vlinders, ja, dat is gewoon verleden tijd. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. De komende tijd veel meer video's, want het seizoen is nu echt los. We hebben polenvideo's op de plank liggen. Alles komt eraan. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.